Al 700.000 Nederlanders zijn ZZP'er, een zelfstandige zonder personeel. Op uitnodiging van Aegon spraken 200 ZZP'ers op Prinsjesdag in Theater Diligentia met beleidsmakers over problemen en oplossingen. Het aantal ZZP'ers blijft maar doorgroeien. Is er een revolutie aan de gang? Is er straks niemand meer in loondienst? Alsof de ZZP'er er ineens is. Dat is natuurlijk een trend die al die tijd is ontstaan. En er zijn heel veel ZZP'ers, alleen ik denk dat de ZZP'er gewoon heel veel positieve aandacht op dit moment krijgt en de meerwaarde van de ZZP'er erkend wordt. Maar als er 700.000 ZZP'ers zijn, ja, is dat dan een revolutie? Ze waren er niet in één dag. Maar wat je aan alle kanten ziet is dat vrijheid heel belangrijk gevonden wordt. Het lifetime employment bestaat niet meer, dus mensen gaan kijken wat zijn er nog meer voor mogelijkheden. En je zal zien, de ZZP'ers die je kent doen ook heel veel dingen. Die doen een klus daar, een klus daar, maar doen ook veel dingen voor zichzelf. Ontwikkelen zich, professionaliseren zich, zoeken andere ZZP'ers op. Dus het is een andere manier van werken. En volgens mij een leukere manier van werken. Maar ZZP'ers krijgen het niet cadeau. Volgens CERT-voorzitter Alexander Rinoy-Kan hebben ze vooral problemen met hun sociale voorzieningen. ZZP'ers hebben twee echt grote problemen. Hun pensioenregeling en hun arbeidsongeschiktheidsvoorziening. Dat is ook lastig. Dat laatste met name is heel lastig. Omdat het een kleine groep is die natuurlijk niet allemaal dezelfde risico's lopen. Verzekeraars zijn daar heel begrijpelijkerwijs benauwd van. We hebben een aantal voorstellen gedaan om in ieder geval een verbetering te bewerkstelligen. En ik hoop de komende maanden en jaren te ontdekken dat dat werkt. Als het niet werkt, zullen we er opnieuw naar moeten kijken. ZZP'ers kiezen voor het ondernemerschap met recht en reden. Ook met fiscale beloning voor die stap. Dat heeft natuurlijk wel consequenties. In mijn waarneming zijn de meeste ZZP'ers zich daar heel wel van bewust. Als land hebben we wel een belang bij een fors aantal mensen die dat willen. En we moeten dus in ieder geval de omstandigheden en de voorwaarden creëren om ze dat in voldoende mate doen. Voorlopig lijkt dat redelijk gelukt te zijn. Maar oud Partij van de Arbeid Kamerlid Meili Vos vindt het allemaal te lang duren. Het stemt mij nog een beetje droevig dat we het nog steeds over dezelfde vraag hebben. Dat dus alle instanties die op een gegeven moment de ZZP ontdekt hebben, nog steeds niet verder komen dan de vraag wat is de definitie en we moeten wat doen aan pensioen en we moeten wat doen aan arbeidsongeschiktheid. De vragen zijn veel fundamenteler, maar dat is toch best lastig in polderend Nederland. Een ZZP'er is ondernemer, maar hij doet dat ook vaak omdat hij dus alleen op deze manier zo kan werken. Dus als ondernemer betekent het niet gelijk dat je de hoofdprijs wil betalen voor je pensioen of voor je verzekering. En dat gebeurt nu wel. Heel belangrijk is dat de regeldruk, dus de regeltjes voor ZZP'ers, het ondernemen, gewoon makkelijker gemaakt moet kunnen worden. De meerwaarde van de ZZP'er is zichtbaar. Er zijn er 700.000 en komt dat niet met allerlei regeltjes van urencriterium, zoveel opdrachtgevers, andere dingen waar je allemaal aan moet voldoen, die je volgens mij toch niet goed kan controleren. Of als je dat wil controleren, dus voer regels uit die je goed kan handhaven, die ook logisch zijn, waar iedereen zich in herkent. Er zijn ook ZZP'ers die de vrijheid nemen om zichzelf niet te verzekeren. Pas gestarte ZZP'er Monique Ballering heeft bewust geen pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld. Als net zelfstandige ondernemer moet je toch een beetje eerst wat inkomsten genereren voordat je heel veel uitgaven gaat doen. Plus alle voorwaarden als je die ziet bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dan heb ik zelf zoiets, stel dat ik er ooit gebruik van moet maken. Dan zijn er altijd wel kleine lettertjes die zeggen van, nou voor u geldt het nu weer net niet. Dan heb je dan jarenlang heel veel geld voor betaald en dan uiteindelijk heb je er niets aan. En dat is mijn mening over alle polissen die ik tot nu toe heb gezien. En dan kies ik ervoor om daar zelf iets voor apart te zetten. Meili Vos vindt het jammer dat ZZP'ers geen gezamenlijke vuist maken. De ZZP'er organiseert zich slecht. Er zijn nu wel steeds meer organisaties die ZZP'ers organiseren, maar het gros doet dat niet. Kijk, vroeger, in de jaren 40, 50, was bijna iedere werknemer lid van een vakbond. En dus die babyboomgeneratie heeft zich altijd heel goed georganiseerd. Als je nu kijkt naar mijn generatie, en de generatie die nog jonger is dan ik. Ja, het is echt heel droevig. Ja, op Facebook willen ze wel eens ergens, vind ik leuk, inklikken. Maar echt je organiseren en samen vuist vormen. Organisator Jonard Rood keek terug op een geslaagde bijeenkomst. Er ligt nog wel wat huiswerk voor de financiële dienstverleners in Nederland. Op arbeidsongeschiktheidsvlak staat er nadrukkelijk iets op het lijstje. Daar zijn we ook dus mee bezig. Dus dat gaat er wel degelijk aankomen. Daarnaast wat bijvoorbeeld ook heel nadrukkelijk hoort is een hypotheek voor ZZP'ers. Je hoort vaak dat ZZP'ers moeilijk hypotheken kunnen krijgen.
Ja, verzekeraar die wil geen risico lopen, hè? Daar ben je verzekeraar voor. Nee, maar de vraag is ook, kan je op een andere manier naar risico kijken? En dat is denk ik een kwestie van, hoe is het perspectief wat je hebt als je kijkt naar risico's? En volgens mij hoef je helemaal niet veel meer risico te lopen. Ik denk dat een ZZP'er misschien aan de andere kant wel minder risico heeft als hij goed is in zijn vak en als hij gewend is aan onzekere situaties. ZZP'er zijn is niets voor bange mensen. Renaud Kan zou het wel durven. Oh, zeker als het zo uitkomt. Ja, mijn huidige functie leent zich er niet zo voor. Maar het lijkt me een heel aantrekkelijke combinatie van een zekere afhankelijkheid van een aantal vaste opdrachtgevers. Want dat geldt toch voor heel veel ZZP'ers. En toch de vrijheid van het ondernemerschap. Het is een heel aantrekkelijke mix. Wilt u reageren op een uitzending van Egon Actueel? Stuur dan een e-mail naar actueel@egon.nl.